goochelen? Ik goochel. Ben je aan het goochelen? Ja. Dit... Zo. Het is meer illusie. Dit zijn twee aardappels. Kun je die even aannemen? Ja, natuurlijk. Maar het is eigenlijk één aardappel. Eén aardappel is in. Dat heb jij gegoocheld. Laat eens goed zien. Zo is het. Geweldig! Applaus, applaus, applaus! Ja, mooi. Hou je van komkommer? Oh ja. Ik eet veel komkommer. Je wordt er mooi van, dus ik eet het ontzettend veel. Heb ik nooit geweten zelfs. Nou, even serieus. Ja. Dan heb ik hier een schijf komkommer. Mm-hmm. Ja, want anders denkt u toevallig dat het een plakje koek is. Ha? Gaat die in? Want ik hou ook van komkommer. Ja. Nou is het de bedoeling dat ik een stukje komkommer neem. En jij krijgt komkommer. Oh, wat zalig. Maar moet je eerst je hand door het gaatje steken. Ja, hè? Eerst je hand door het gaatje steken. Nou ja, dat is niet zo moeilijk, hè? Dat doe ik dan gewoon. Moutje een beetje opstoppen. Eén ogenblik. Stopt de moutje een beetje op, hè? Ja. Ja, want mes kan tenslotte niet door de stof heen misschien, hè? Want wat zit hier? Wat zit hier? Ja, komkommer. En wat zit er boven de komkommer? Ja, mijn hand. En wat zit er boven de hand? Kijk, het zakken. Een mes. Een mes? Dus wat gebeurt er? Nee, goed, nee. Alsjeblieft! Hier zie je een zak. Ja. Zoals je er wel meer op de televisie ziet. Nou, deze zak heeft geen dubbele bodem. Nee. Deze zak is een normale plastieke zak. Ja. Ik doe dit even, u hoeft daar niet om te lachen natuurlijk, om te laten zien dat er een normale bodem in zit. Ja. Lisa, mag ik jou verzoeken plaatsen neem in de zak? Gewoon even zo, erin stappen. Je doet het goed, hè? Ik bedoel, ik hoef niet bang te zijn, hè? Je hoeft absoluut niet bang te zijn. Je beschermt me wel, hè? Rita, neemt u plaats in de zak, dames en heren. Alsjeblieft. Mag ik de zak ophalen? Ja, dat is mijn manier. Ik ben net Max de Jeur, tenslotte, hè? De lege zak halen we op daarna. Nou. Ik zou nog wel een dansje met haar willen maken. Dan zo. Ja, kan je een beetje huppen? Ja, dat doe ik. Kijk. Hoger huppen, ja. Voorzichtig. Ja. 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 Wat ga je nou doen, Willem? Ik vind het toch wel leuk om te weten wat je gaat doen, nietwaar? Ik zeg het met bloemen, Rita. Mag ik even? Ja. Ja. Ze lopen altijd zo kostelijk, hè, die goochelaars. Ook niet? Actief. Alsjeblieft, ja. Inderdaad, een bloem. En een echte. Rita, een bloem van mij. Mag ik je daarvoor een tipje aanbieden? Ja. En plak hem ter navelhoogte. Ja. Oké. Okay. Ik weet wel niet waarvoor het is, maar ik zal het doen. Nou, zit. Ga jij mij laten verdwijnen? Hoe weet je dat nou? Wat? Nou, als je dat kan, ben je voor mij de grootste goochelaar van Nederland. Dat geloof ik helemaal niet in, weet je dat? Maar ja, dat heeft nou ja, je de vorige ook, dat heeft de vorige ook willen zeggen. Maar die wou het te laat zeggen. Die is na 5 maanden nog niet teruggevallen. Oh, dan wil ik eruit. Willem, nee, ik zie dat je het niet kan. Het kan niet meer. Je kan niet, Willem. Rita verdween, dames en heren, en de zak zal blijven met de bloem. Met de bloem erbij. Willem, wat pakken. Het laatste applaus voor Rita Gorita, het laatste. Ik heb het nodig. Radio. Even een beetje toedekken, jongens. Zo. Mag ik u even begeleiden? De kist. En ik zal u laten zien dat de kist leeg is. De kist. Ja.
u. Ja, even het slot, hè. Zo, opdat u denkt. Juist. Een gesloten kist, dames en heren. Dank u wel. U kent hem wel, die doe ik er even tussendoor. Gaat u even staan. U ziet, zit de bodem in de zak? Zit de tuut er nog op? En de bloem zit er nog in? Voor mevrouw is de bloem. Maar Rita Corita is verdwenen. Maar dames en heren, alstublieft. Mag ik u presenteren? Daar gaan we. Presenteert Rita Corita! Corrie van den Bosch, ja! Ik heb koffie te drinken. Zo zit ik in de kist. Wat doe je me nou te gaan? Je zit in de kantine en ineens was je weg. Ik thuis zat lekker koffie te drinken in de kist. Mens, wat ben ik toch eigenlijk goed dan, hè? Je bent helemaal niet goed, Willem. Ah! 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 Ah!